Dat verschilt natuurlijk per persoon. Ik bedoel, iemand als Govert kan het misschien gewoon mentaal gewoon prima aan om te zien, hey, ik word mogelijk ziek, ik kan er wat aan doen. Maar ja, goed, er zijn ook heel veel mensen die daar niks mee kunnen. En als ze dan dat zien, alleen maar nog meer stress krijgen, dan denk ik, oh shit, ik ga de verkeerde kant op. Goedenavond en welkom bij TechDenkers. Ik wilde zeggen in de Bali, maar we zitten niet in de Bali, we zitten bij Adyen. Ik ben Rosalie Dieser, jullie programmamaker van de avond. En we gaan het vanavond hebben over biohacking. Dit is een opkomende trend waarbij mensen experimenteren met verschillende methoden om hun mentale en fysieke prestaties te verbeteren. Dus we kunnen het hebben over meditatie, dragen van oranje bril, supplementen. Nou, de mogelijkheden lijken eindeloos. Toch weten we best weinig over deze methode. Want wat is het nou eigenlijk en hoe maakbaar is onze gezondheid? Daar gaan we het vanavond over hebben met fantastische sprekers. Govert Viergever, Robert Zwijnenberg, Chi Luing Chu en Elena Thoma. Govert Viergever is een ex-Olympisch roeier en expert op het gebied van voeding en het vergroten van menselijke prestaties door middel van data, wetenschap en holistische kennis. Mensen kunnen Govert kennen van het programma The Biohack Project van KRO en NCRV. En zoals ik al zei, is hij vandaag online bij. Dus achter mij is hij in het heel groot. En voor mij, ik ga dus voor mij kijken, want daar zie ik hem dus in de camera. Mag ook wel een warm applaus doen, denk ik. Dat hoort hij natuurlijk. Govert, kun je ons horen? Ik kan jou horen. Gelukkig. Waar zit jij nou eigenlijk? Ik zit in Zuid-Afrika, Kaapstad. Oké. Interessant. Nou, leuk dat je er bent. We hadden het over biohacking. En jij noemt jezelf dus een biohacker. Maar we hadden het er al over, die meneer had het over koffie, maar wat is nou biohacking? Of een biohacker zijn, wat betekent dat eigenlijk? Een biohacker zijn, dat is eigenlijk iemand die zich heel graag bezighoudt met biohacken. Maar biohacken zelf is een soort van het uitgangspunt dat je je lichaam ziet als een systeem. En dat systeem, daar probeer je inzicht in te krijgen. En met dat inzicht probeer je weer grip te krijgen op je lichaam en op je geest. En daarvoor gebruik je technologie en wetenschap. Okay. En daarbij is eigenlijk meten is daarin de sleutel. En tegenwoordig kunnen we met een heleboel tools, zoals hartslagmeters, sporthorloges. Maar dit is ook een meetinstrument wat om mijn vinger zit. Ja, want maar wat is dat dan? Ja, dit is een wearable. En zoals ze dat noemen. En dit meet diverse lichaamsfuncties. Dus het meet je temperatuur, het meet je beweging, het meet je slaapfases, het meet je hartslag, het meet je hartritme, variabiliteit. En dat zijn allemaal interessante dingen die data geven aan je. En met die data kun je meer informatie uit je lichaam halen. En dan ga je eigenlijk een soort van, wat je wil is een soort van dashboard creëren van je eigen lichaam. Waarin je ziet van, hey, wacht even, als dit nu omhoog gaat, terwijl ik dit heb gegeten, zoals het voorbeeld van net met de koffie, dit gaat omlaag juist, dan zie je wat er in je lichaam gebeurt. Mm-hmm. En daar krijg je uiteindelijk meer bewustzijn over wat er in je lichaam gebeurt. En dan kun je betere keuzes maken. Oké, en dat doe je dan bij jezelf, maar je doet het dus ook bij anderen, toch? Je hebt een bedrijf en daarbij help je mensen om zichzelf te biohacken. Klopt dat? Ja, maar het is begonnen uiteindelijk in het begin omdat ik was topsporter. En ik was een heel stuk kleiner dan ik ben een roeier, maar ik ben een heel stuk kleiner dan andere roeiers. En de meeste roeiers zijn ongeveer 2 meter lang. En ik ben 1,85 meter. En daar moest ik eigenlijk om te kunnen concurreren, moest ik veel meer pk uit mijn kleinere motor halen. En daarom ging ik op zoek naar allerlei zaken die mij beter konden laten functioneren. Die me beter konden laten presteren. Mm-hmm. En zo kwam ik uit dat er heel veel dingen waren. Ja, bijvoorbeeld een van de zaken die ik deed op een gegeven moment was een DNA-test op mezelf. En daaruit kwam dat ik bijvoorbeeld heel slecht reageerde op koffie. Dus als ik koffie nog laat op de dag dronk, dan had ik dus inderdaad een slechte slaap. Maar ook kwam er bijvoorbeeld bij mij uit dat ik lactose heel slecht kon verdragen. En in de sportwereld is het super bekend dat je van die whey protein shakes na je training moet drinken. Mm-hmm. En dat doen bijna alle sporters. Want daar wordt je spieropbouw beter van en je herstel wordt beter. En die bleken voor mij helemaal niet goed te zijn, omdat mijn darmen daar heel slecht op reageerden, omdat ik die lactose niet kon afbreken.
En zo waren er wel meer voedselgevoeligheden die ik veel beter kon vermijden, waardoor uiteindelijk mijn lichaam beter kon herstellen en daardoor dus harder kon trainen en daardoor dus meer kon presteren. Oké, en je zag dus echt verschil toen je dat bent gaan doen? Ja, 100%. Dus uiteindelijk, en mensen denken dat het een soort, dat het een hack is, dat je het één keer doet en dat het vervolgens klaar is. Maar het is eigenlijk, zijn het veel minder dingen, zijn veel minder sexy dan je eigenlijk zou denken. Het gaat vaak over echt basic dingen, zoals beter eten, beter slapen, beter trainen, meer rust. Dat zijn hele onsexy dingen om te zeggen. En dat bijna iedereen weet wel dat dat belangrijk is. Maar we weten niet precies wat daarin goed is voor jou. En als je dat in data hebt teruggezien, dan ben je veel eerder geneigd om dat ook daadwerkelijk vol te houden. Oké, is het woord biohacken dan te spannend volgens jou? Ja, dat is het wel. Maar je kan het. Ik zie het ook wel een beetje als een soort van spectrum. Van je kan biohacken zien als, oké, ik weet nu wanneer ik mijn laatste kopje koffie moet drinken. Of ik weet wat mijn optimale trainingsfrequentie is in de week, zonder dat ik te veel train of te weinig train. En ik weet welke voeding ik wel en niet moet eten om me lekker te voelen. Dat is biohacking op, laten zeggen, het basisniveau. Maar je kan ook biohacken op Olympisch niveau. Of je kan biohacken op het niveau wat sommige mensen doen om te proberen om met hele ingrijpende medische methodes hun DNA te veranderen. Of om echt te proberen met stamcellen hun leven te verlengen, et cetera. Maar daar blijf je een beetje van weg, toch? Jij zit meer op de, ja, hoe noem je dat? De vanilla biohacken. Eigenlijk wel, omdat ik gewoon zie dat de basisdingen, die leveren de grootste resultaten op. En die zijn eigenlijk ook voor iedereen relevant. Terwijl ja, die extreme zaken, dat doe je alleen als je dat specifiek als doel hebt. Waar ik nu ook nog benieuwd naar ben, is misschien dat meerdere mensen dat ook hebben. Ja, je laat die aura-ring zien, je hebt het over datasets. Dus het is ook wel er zit ook wel een prijskaartje aan vast, toch? Ja, maar eigenlijk is dat het meetgedeelte van het biohacken. Dat is nog, op dit moment is dat inderdaad nog duur, omdat we gebruik maken van technologie en laboratoriumtesten. Dus dat kost nou eenmaal inderdaad geld. Maar eigenlijk, als je gaat kijken wat je ervoor moet doen om die markers dan te gaan verbeteren, zijn sommige dingen zelfs gewoon gratis. Dat is bijvoorbeeld 's ochtends als je wakker wordt, zonlicht in je ogen laten schijnen. En 's avonds op tijd de televisie uitzetten. En geen blauw licht in je ogen laten schijnen voordat je naar bed gaat. Of gezond eten. Nou is dat wel tegenwoordig helaas is dat duurder dan ongezond eten. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn niet de grootste prijskaartjes die er zijn. Denk je ook niet dat omdat je zegt, nou, je kunt gezonder worden dankzij het biohacken en door beter te slapen en vitamines te slikken, dat mensen het idee krijgen dat ze daardoor ook af zijn van hun kanker bijvoorbeeld, of van een chronische ziekte, of van... Ja, en dat is echt het gebied waarop de medische wetenschap en de doktoren gewoon echt nog altijd hun rol moeten blijven houden. Omdat veel van biohacking gaat over leefstijl gerelateerde zaken. En met leefstijl kun je een heleboel preventief doen. Maar op het moment dat je een daadwerkelijke ziekte onder de leden hebt, ja, dan is er 9 van de 10 keer is er gewoon moet er een arts aan te pas komen. En dan kun je niet zomaar denken dat je met wat simpele biohacks, dat je weer van je ziekte af gaat komen. Dat is gewoon... Nee. Natuurlijk, dat zou naïef zijn. Ja, maar dat beloof je dus mensen ook niet, toch, lijkt mij? Nee, want ik ben geen dokter en ik hou me ook nooit bezig met ziektes van mensen of met zieke mensen genezen. En het gaat mij echt om het optimaliseren van gezonde mensen. Dus gezonde mensen die... gezonder maken dan? Precies, van goed naar beter. Dan wil ik dat de volgende sprekers zijn Lennart Thoma. Zullen we misschien eerst een applaus doen dan? Lennart Thoma, jij bent psycholoog
En jullie kunnen hem vast kennen van de podcast Normale Mensen Bestaan Niet en Hoe Ben Je Zo? Qiling Chu, jij bent eigenaar van het Chivo Kenniscentrum op het gebied van vitaliteit. En Robert Zwijnenberg, jij bent hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot wetenschap en techniek aan de Universiteit Leiden. En je onderzoekt onder meer kunstenaars die in een biologisch lab met levend materiaal kunst maken. Helemaal vol, maar we zijn er. Welkom allemaal. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, in het eerste gesprek hebben we natuurlijk heel erg gehad over wat is biohacken nou, hoe zien we dat nou. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoe jullie naar het eerste gesprek hebben geluisterd. En daarna wil ik misschien kijken of wij ook tot een soort van definitie kunnen komen met z'n allen van wat biohacken is. Zodat we ook een beetje weten hoe we daarop voort kunnen bouwen. Nou Lennart, ik begin bij jou. Bij jou, je bent zo aan het knikken. Ja. Wat ik ervan vond was dat ik denk dat wat Govert zegt, als je het gewoon hebt over goed slapen, goed eten, goed op je voeding letten. Ik zou als psycholoog natuurlijk ook zeggen goed op je mentale welzijn letten en in verbinding staan met andere mensen. Dat dat heel belangrijk is en dat het goed is als mensen daar meer mee bezig zijn en dat op een bepaalde manier voor zichzelf proberen te optimaliseren. Mm-hmm. Dus dat als het daarbij blijft, is het prima. Als het heel veel verder gaat en je gaat denken aan bijna een soort van over-obsessief naar je eigen data kijken. Ja, ik krijg heel veel mensen bijvoorbeeld in mijn... Ik heb een kliniek waar als therapeut waar ik allemaal mensen krijg. Ja, heel veel mensen die zijn vol in de zelfaanvalstand continu. Hè. Die vinden zichzelf niet goed genoeg. Die doen dingen niet goed als ze ergens mee bezig zijn. Als je natuurlijk continu op de feiten wordt gedrukt met die data, kan het zomaar zijn dat je nog meer jezelf aan gaat vallen en eigenlijk nog een soort van dieper misschien een depressie inzakt of nog meer stress krijgt. En dat eigenlijk een soort van averechts natuurlijk kan werken. Mm-hmm. Je hoort er wel eens van die verhalen, mensen die natuurlijk... ik heb dat ook een tijd gehad van zo'n Fitbit om te kijken hoe je slaap natuurlijk is. En als je dan wakker wordt en je kijkt hoeveel uur je geslapen hebt en het is minder dan dat ik had gehoopt. Of het is niet optimaal, ik had die 8 uur moeten halen, maar of ik heb te weinig diepe slaap of te weinig remslaap gehad of iets dergelijks. Dan kan je nogal heftig daarop reageren. Het kan zelfs zijn dat je prima remslaap misschien wel hebt gehad, maar dat je Fitbit iets anders zegt. Maar placebo-effect gaat dan werken en dan denk je opeens, ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. En voel je dus eigenlijk slechter de rest van de dag. Ja, dus je vertrouwt dan meer op de technologie dan op jezelf. Ja, dus en er zit natuurlijk iets in van dat we te veel misschien het outsourcen inderdaad naar de technologie. Ja. En dat je soms ook wat meer misschien met je gevoel bezig mag zijn. En te kijken van, wat voel ik nu? Hoe voelt het nou inderdaad als cafeïne niet werkt voor je? Ja, misschien had Govert dat ook al een beetje gevoeld dat het niet heel fijn was om later cafeïne te nemen. Nou, oké, prima. Er zitten goede dingen dus aan wat mij betreft. Als het gaat om biohacking, gewoon om gewoon gezonder te leven is altijd goed. Maar er zit ook ergens een gevaar in. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten, waarom wil die persoon gaan biohacken? Wat is nou de onderliggende reden? En een ander probleem is dat ik heel vaak erachter kom dat biohackers helemaal niet zo goed in de fysiologie zitten en nog minder in de wetenschappelijke publicaties. Dat is iets waar je gewoon 10, 20 jaar ervaring moet hebben om dat goed te kunnen lezen en te beoordelen. En dat maakt het maar dat heeft Govert wel, toch? Hij heeft heel veel ervaring. Govert, misschien wil jij ook reageren. Ik ben er zeker mee eens dat... Ja, je hebt sowieso een heleboel mensen rondlopen die inderdaad... misschien alleen maar zich op ervaring berusten. En het blijft gewoon daarin altijd belangrijk om je te omringen met experts. En dat is ook wat ik in de topsport heb geleerd, is we hebben een heel team om onszelf heen. Van en een arts, en een inspanningsfysioloog, en een fysiotherapeut, en een diëtist die je om je heen hebt. En daar, uit die verschillende hoeken, daar probeer je een combinatie te krijgen en een groot inzicht over de atleet. En dat denk ik ook dat een biohacker eigenlijk ook zou moeten doen. En uiteindelijk wil je dat... natuurlijk ervoor zorgen dat dat niet maar bij één persoon ligt, maar dat meerdere mensen daar naar kijken. En ja, niemand weet alles over het menselijk lichaam. Dat is gewoon onmogelijk. En de meetinstrumenten zijn inderdaad nog niet zo objectief en zo nauwkeurig als je zou willen. Maar het probleem is, gaan we er dan helemaal niks mee doen of gaan we toch proberen om er iets uit te gaan halen? Want dit is natuurlijk hoort bij de beginperiode van een nieuwe beweging. En ik ben van laten we kijken
wat we wel kunnen met deze technologie. En wat, laten we ons niet focussen op alle dingen die het niet kan. Of alle punten waarop het nog niet helemaal nauwkeurig is. Maar waar is het wel nauwkeurig op? En kunnen we het daarvoor dan gebruiken? Wat is dan wetenschappelijk hard feit bijvoorbeeld? Wetenschappelijk hard feit is dat we vaak nog helemaal niet weten. Als je het hebt bijvoorbeeld over je microbiom. Dus microbiom zijn al die bacteriën, schimmels, wat al meer in je virussen. Die heeft enorme invloed op zowel je geestelijke als je lichamelijke gezondheid. Dat weten we. Mm-hmm. Ziektes als allerlei geestelijke aandoeningen als depressie, autisme hebben daarmee te maken. Maar ook allerlei andere lichamelijke ziektes. Ja, veel auto-immuunziekten ook. We weten dat, maar hoe je dat met voedsel kan oplossen, hoe je dat met een dieet kan oplossen, dat is eigenlijk nog helemaal niet bekend. En in feite zegt Govert dat ook. Ik heb eens gekeken naar een voorbeeld. Op de website staat een voorbeeld van zo'n DNA-profiel, wat je dan wel uithaalt. Uiteindelijk is het voedseladvies gezond eten, meer bewegen, weinig alcohol, geen suiker. Dus gewoon alle dingen die we al lang weten dat het is. En, maar toch niet doen, toch? Maar dat is niet het punt. Het punt is dat ik hier gratis kan vertellen wat je allemaal kunt doen om gezond te zijn. En nogmaals, we weten dat allemaal. En als je een beetje gaat googelen, kom je dat onmiddellijk tegen. En er wordt gesuggereerd dat je dan gegevens, data, biodata zou hebben, waardoor je dat op een of andere magische manier dan wel gaat doen. Ja, ik vind dat ingewikkeld. En iedereen moet doen wat hij wil. Maar nogmaals, ik vind het eigenlijk, het is al die lifestyle adviezen die komen uit die zijn niet fout. Hè? Dus laat zeggen, je gaat er niet dood aan. Ze zijn zeker niet. Maar het is gewoon, er is geen werkelijke wetenschappelijke relatie tussen allerlei diëten en je DNA-profiel en of je microbiome. We weten niet wat een gezonde microbiome is. Nee. Ja, en ook soort van wat een beetje Govert ook soort van tussen neus en lippen door zei inderdaad. Je kan, als we het toch kunnen meten, waarom zou je het dan niet meten, zeg maar? Ja. Maar ja, dat is nogmaals, het kan ook heel veel stress geven door de data te zien mogelijk. Waardoor je eigenlijk een soort van een soort sneeuwbaleffect krijgt en eigenlijk alleen maar naar beneden stort. Als sommige mensen natuurlijk soort van, of mentaal misschien nog niet sterk genoeg zijn. Dat verschilt natuurlijk per persoon. Ik bedoel, iemand als Govert kan het misschien gewoon mentaal gewoon prima aan om te zien. Hey, ik word mogelijk ziek, ik kan er wat aan doen. Maar ja, goed, er zijn ook heel veel mensen die daar niks mee kunnen. En als ze dan dat zien, alleen maar nog meer stress krijgen. En denken, oh shit, ik ga de verkeerde kant op. De uitslag van het DNA-profiel, dat kan wel enorm inzicht geven in afschuwelijke ziektes. Hè? Als je BRCA1 en BRCA2 genen hebt, dan krijg je bijna 90% borstkanker. Ja. Dus het is toch wel even goed om na te denken, wil ik een DNA-test? Daar is natuurlijk veel over geschreven, over dit soort zaken. Stel, ik doe die DNA-test, dan komen dit soort ziektes uit. Vertel ik dat aan mijn zus? Vertel ik dat aan mijn broer? Als ik dat niet vertel, kunnen ze me daarna daarvoor verantwoordelijk houden. Dus er zitten allerlei zaken aan. Hè? Je kunt allemaal DNA-profielen laten trekken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die kwestie van die microbiome-aanbieders. Ook daar denk je, er komen allerlei gegevens uit. Hè? Je zei het ook wel een beetje. Waar we eigenlijk nog, de wetenschap nog nauwelijks weet wat dat eigenlijk betekent. Gezondheid is een begrip dat we niet kunnen invullen. Hè? Gezondheid voor een roeier is heel wat anders dan gezondheid van iemand zoals ik. baat het niet en schaadt het niet, dat vind ik een raar soort iets. En daarvan kom ik toch maar weer terug op mijn dingetje over, van dat het zo'n hele retoriek is van je leven in je eigen hand nemen. Nou, nee, niet eens je leven. Je lifestyle in je eigen hand nemen. Je gezondheid, dat ben je zelf. Dat kun je zelf doen. Dat vind ik het gevaarlijke van dat die test allemaal worden aangeboden. En dat we dan, baat het niet, dan schaadt het niet. Vind ik niet.
Kijk, er zit een stuk in over van hoe er zit ook ergens een vraag in van hoe motiveren we alle mensen om inderdaad misschien iets gezonder bezig te zijn. En misschien dat sommige mensen heel erg aangaan van die data, lekker nerden op je eigen analyse en cijfertjes en zo. Misschien dat dat al voor een deel motiveert om gezondere levensstijl, whatever that means, te hanteren. Anderen die hebben er misschien helemaal niks mee en doen het gewoon op de oerde Hollandse principe. En sommigen zijn niet in de gelegenheid. Hè? En dat kan helemaal. Ik denk dat 80% van de wereldbevolking niet in de gelegenheid is om zijn of haar gezondheid in eigen hand te nemen. En dat wordt gesuggereerd door biohacking. Je kunt je gezondheid in eigen hand nemen. Maar is gezondheid dan iets voor de elite bijvoorbeeld? Nee, natuurlijk niet. Gezondheid is voor iedereen. Hè. Dat is dat hele begrip van health equity. Als je naar de WHO-website gaat. Dat gezondheid moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is eigenlijk wat biohackers per definitie, commerciële biohackers, per definitie eigenlijk zeggen, nee hoor, als je geld hebt, dan kun je dat in eigen hand nemen en kun je die verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid is voor iedereen en dat lijkt me inderdaad een doel om na te streven, niet alleen in Nederland, maar op de hele wereld. En er zijn nog veel, veel andere goedkope manieren om een leven te leiden waar je niet alleen maar denkt ik, maar waar je ook denkt wat kan ik voor de wereld betekenen. Er zijn 3 psychologische basisbehoeften waar consensus over is. Oké, en die zijn? De eerste is autonomie, een leven, keuzes maken naar je waarden. De tweede is competentie, dat is meesterschap ervaren. Dus niet per definitie ergens goed in zijn, maar een activiteit ontplooien waar je van aangaat en waar je steeds het idee hebt dat je daarin verbetert. En de derde is verbindenis, binding, sociale relaties, betekenisvolle relaties. Die drie worden gewoon cross-cultureel tot nu toe overal gezien als bepalend voor je welbevinden. Mm-hmm. En als je inkomen hebt, hoger inkomen geeft inderdaad bescherming tegen depressie. Maar sommige mensen die rijk zijn, die zijn nog steeds depressief. Sommige arme mensen zijn niet depressief. En op het moment dat je zegt, wat maakt nou het verschil? Ja. Dan blijkt dat de bevrediging van psychologische basisbehoeften te zijn. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk hetgeen wat bijdraagt aan het gegeven dat we willen ontwikkelen. En het gegeven dat we ons leven, de moeite van het leven waard is. En als je daarop gaat richten, dan ontstaat er iets heel bijzonders. Namelijk wat men noemt vrijwillige motivatie. En pas als die ruimte daar is, ga je zien dat mensen voor zichzelf gaan zorgen. Want, geloof het of niet, maar gezondheid is geen psychologische basisbehoefte. Maar absoluut niet. En dat klinkt heel raar in deze setting. En voor artsen klinkt dat helemaal raar. Omdat we ook in Nederland zo'n gezegde hebben. Hè, als je maar gezond bent. Mm-hmm. Maar als je niet gezond bent, dan krijgt dat prioriteit. En de reden waarom het prioriteit krijgt, is omdat het in de weg staat om je basisbehoefte te bevredigen. Het is geen psychologische basisbehoefte. Het is een obstakel om je psychologische basisbehoefte te bevredigen. Wat ik zie gebeuren, ook trouwens in die biohack scene, maar ook in medische kringen, is dat we steeds meer toe gaan naar een zero-risk society. Dat we niet meer in staat zijn om de risico van leven te omarmen. Het risico van leven is niet dat je dood kunt gaan, maar als je elk risico in je leven wil uitbannen, dat betekent eigenlijk dat je eigen leven nullified, hoe zeg je dat in het Nederlands? Weghaalt. Weghaalt, dat je geen leven hebt. En dat vind ik ook met die biohackers. Hè. Het is het zero-risk society kiezen. Hè. Van elk risico moet worden afgedekt. Terwijl wat je ze moet doen is precies wat ik zeg, het risico van het leven omarmen. Ja. Dus de pijn van de realiteit. De pijn van dat is wat we vaak proberen te vermijden met allemaal van dit soort dingen.
Jij hebt een mooi toeltje daar waar je waarschijnlijk nog wat over wil zeggen. Maar ik wil geen, ik ga me een beetje verklappen, maar je wil geen rimpels hebben. Hè? Ik wil niet er oud uitzien. Ik wil niet de pijn voelen van naar mezelf kijken in de spiegel en zien dat ik oud ben. Dus ga ik maar van alles en nog wat proberen om er anders uit te zien. Dat is eigenlijk de realiteit ontwijken en het risk nullify. Ik ben ook benieuwd naar Govert. Hoe luister jij naar het werd heel erg over elk risico wordt afgedekt als je aan het biohacken bent? Wat denk jij? Nou, dat zeg ik eigenlijk niet. Nou, ja, dus een aantal dingen die ik hoor, die zie ik inderdaad ook terug in die biohackers scene. En dat zijn ook niet dingen die ik zelf aanhang. Want het klinken allemaal als super logische zaken. Alleen hetgene wat ik ook iedereen aan tafel hoor zeggen, is dat we hebben bepaalde doelen, we hebben bepaalde wensen, we hebben bepaalde benodigdheden. En als we daaraan voldoen, dan blijkt ons lichaam in een optimale staat te functioneren. En dat vind ik ook eigenlijk al biohacking. Dan laten we al die zaken identificeren die er aan tafel gezegd zijn en laten we die op een briefje schrijven. En dan die aan mensen gaan vertellen van oké, deze zaken moet je doen om in een optimaal leven te kunnen leiden. En een optimale gezondheid te verkeren en om optimaal in je vel te zitten. Maar ja, heel veel van die mensen die doen dat niet. En die hebben dus blijkbaar tegenwoordig, en ik weet ook niet precies waarom misschien dat professor dat aan tafel kan zeggen. Waarom hebben we dat nodig? Dat we het eerst op papier zien en eerst in de data zien voordat we het geloven. En want dit is wat ik in de praktijk zie gebeuren. Mensen die echt zichzelf in de nest hebben gewerkt, qua stress, qua gezondheid, die eerst het op een papiertje moeten zien voordat ze willen geloven dat ze al die zaken die net aan tafel zijn gezegd moeten implementeren om een gezond leven te leiden. Ja, ik weet ook niet precies waarom het zo werkt, maar dit is wat ik terugzie in de praktijk. Dat wel werkt bij mensen om het gewoon daadwerkelijk in de data te laten zien. Ja, dat komt ook weer terug, gewoon heel erg de realiteit van het nu niet willen omarmen. Ik heb mijn vrouw, die kreeg een hele tijd terug een burn-out. Nou, dan ben ik psycholoog. Ik zag dat soort van mijlenver aankomen, maar ik kon zeggen wat ik wil. Maar naar mij wilden ze echt niet luisteren, hoor. Dus ja, ze kreeg uiteindelijk een burn-out, ging naar de huisarts. De huisarts zegt, je hebt nu een burn-out. En toen pas dacht ze, oh, ik heb een burn-out, weet je. Ja. Dat is ook dat we natuurlijk ook daar weer een soort van, wat zij dan ook deed, was gewoon haar nu niet omarmen, de realiteit niet durven omarmen en dan dus maar wachten, niet horen. En je moet het dan maar op een papiertje zien, of je moet het van de huisarts horen, of je moet het van Govert horen. weet je, dan pas gaan we misschien dingen geloven. En dat is natuurlijk waar wij mensen gewoon bloody goed in zijn. Gewoon lekker illusies creëren voor onszelf om maar niet de pijn van het nu te hoeven zien. Ja. En dat is gewoon een probleem. En ik denk dus, lekker diep. Als je dus daar jezelf wel weer in weet te ontdekken en dus wel de pijn durft te omarmen, dan durf je dus ook misschien makkelijker stappen te maken naar een gezonder leven misschien, als je heel erg ongezond aan het leven bent. Hè. Je moet even in de spiegel durven kijken eigenlijk. Of hoe Jung het zegt, je shadow omarmen op een bepaalde manier. Je schaduwzijde omarmen. Om stappen te kunnen maken. Maar het is natuurlijk nogmaals best wel ook interessant van hoe motiveren we de mensen om wel iets gezonder te leven? Kan biohacking daaraan bijdragen? Of gaat het meer gevaar opleveren omdat we te obsessief commercieel dingen gaan kopen die totaal niet misschien werken? En ons geld daar maar aan spenderen? Ja, en eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon de simpele dingen die voornamelijk helpen en durven we dat aan te gaan. We gaan zo afsluiten. Ja. Maar ik heb nog één vraag. Alleen ja, nee antwoorden. Verder niks. Heel duidelijk, vriendin. Is onze gezondheid maakbaar, ja of nee? Nee. Nee. We weten niet wat gezondheid is. Eén woord, ja of nee? Sorry. Toch er even snel doorheen gedrukt. Ja. Okay. Nee. Okay. Govert, is onze gezondheid maakbaar, ja of nee? Ja. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken.